Ja, beste mensen, ik weet niet hoe het met u is, maar wij genieten hier volop van het prachtige Friese goud wat hier aanwezig is. Hele mooie kampioenskeuringsrubriek met 12 prachtige hengsten. Maar ja, daar moesten we in selecteren. En eerst hielden we 8 over. En deze 4 vinden we tot de top van deze categorie jongere hengsten behoren. En het was best wel weer moeilijk. Hè? De ene hengst presenteerde zich vanmorgen beter dan nu. En de anders was het weer andersom. Maar het gaat om het moment van nu. We hebben hele fraaie gemodelleerde hengsten hier staan. We gaan reservekampioen maken. Een hengst met een heel fraai model. Een hengst die goed stapt. En een hengst die in draf ook voldoende opwaarts beweegt. Reservekampioen wordt Teun 505. Teun. Ja, en dan wordt het spannend, want er zijn nog 3 over. En welke hengst wordt hier kampioen van de jongere hengsten? Wat zei ik maar bij Henk? Heeft u zelf al een favoriet? Voor ons was het een grote verrassing. Een hengst met veel jeugdigheid, een heel atletisch hengstje. Die met een heel sterk achterbeen draaft. Met heel veel kracht. Kampioen van de jongere hengsten is Herre 524. Herre. Herre kampioen, hier bij de net. Nou, dat is toch formidabel.